Jullie huiswerk voor vandaag van dagelijks taal bestaat opnieuw uit 4 opdrachten. Het dicté vandaag zijn allemaal woorden met de klank sch. Klik straks dus op de groene knop met dicté en luister naar de woorden en probeer ze correct op te schrijven. Voor de tweede oefening gaat het om woorden met g of g, die alle twee dus hetzelfde klinken. In dit tekstje moet je alle woorden met g, dat bestaat uit een c en een h, omcirkelen. Je zet er dus een kring rond. Voor de derde oefening moet je de tekst lezen over de prinses en de draak die hieronder staat. Daarna moet je 2 vragen beantwoorden. De eerste vraag: wat moet er op regel 2 worden ingevuld? Dan kan je kiezen tussen flat, villa, stal of kasteel. En als tweede moet je uitleggen hoe de draak eruit zag. Je moet opschrijven en dan de draak kleuren. De antwoorden op de vragen vind je natuurlijk in de tekst. Als laatste lees je opnieuw een stuk uit het boekje.